Ex-vicepresident en huidig lid van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin, is vandaag in verzekering gesteld. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei vandaag in DNA dat Adin zich sinds afgelopen vrijdag moest aanmelden. Toen er geen gehoor daaraan is gegeven, heeft de politie volgens Amoksi Adin opgespoord en aangehouden. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat Adin als verdachte is aangemerkt in een commune aangelegenheid, oftewel een strafbaar feit. Het is namelijk zo dat personen alvorens in verzekering worden gesteld voor de gemeenschap, als die opgesloten wordt, dan wordt er eerst een verhoor afgenomen. En dat is gebeurd door de politie. En als het verhoor eenmaal is afgenomen, wordt er weer overleg gepleegd met het Openbaar Ministerie, met het parket van de procureur-generaal. En dat overleg is geweest. En het Openbaar Ministerie heeft beslist dat hij in verzekering gesteld wordt. Dat wil zeggen, hij wordt opgesloten in het belang van het onderzoek. En op mijn vraag of het om delicten gaat, welke een ambtsdrager daarvoor eerst in staat van beschuldiging gesteld zou moeten worden, is het antwoord van de procureur-generaal dat het voorlopig gaat om communedelicten, dat we zeggen strafbare feiten buiten datgene wat de wet politieke ambtsdragers genoemd heeft. Maar, zegt hij, mocht uit onderzoek naar voren komen dat er strafbare feiten zijn, of nu of in een andere fase waarbij het parlement toch geadieerd zou moeten worden, dan zal ik dat ook in acht moeten nemen. NDP-fractieleider Rabin Parmisser is ontevreden hoe zaken tot de aanhouding en in verzekeringsstelling van Adin zijn verlopen. Hij vindt dat er geen rekening is gehouden met de wettelijke bepalingen ten aanzien van hoge functionarissen. Ten aanzien van hoge functionarissen, heer voorzitter. Vandaag aan al mijn collega's wil ik het volgende voorhouden. Vandaag gaat het om Ashwin Adin. Morgen kunt u aan de beurt zijn op deze manier. Als verdachte en opgehaalde. Even. Iedereen. En daarvoor hebben we rechtsstaat, daar hebben we regels, daar hebben we wetten aangenomen, heer voorzitter. Ik vraag u bijzonder, wij als parlement, u voorop om de wetten na te leven. Ik doe een beroep op u. Dat we de naleving, de procedures in acht nemen. En daarom, voorzitter, is het voor ons als NDP-fractie heel duidelijk dat de procedures wat we met elkaar afgesproken hebben, de rechtsregels, hier niet in acht hebben genomen. En dan gaan wij als NDP-fractie ons beraden. En helaas betekent dit dat wij aan dit beraad nu op dit moment geen verder gevolg kunnen geven. Ik doe een beroep op al mijn fractieleden om ons u terug te trekken. Ik dank u, voorzitter. NDP-fractieleider Rabin Parmisser. De NDP-fractie verliet daarna uit protest de vergaderzaal. De NDP-parlementariërs zijn er namelijk niet over te spreken dat hun fractielid, tevens ex-vicepresident Ashwin Adin, is aangehouden en in verzekering gesteld. Adin wordt verantwoordelijk gesteld voor vernielingen op het kabinet van de vicepresident.